Niet in de lucht, niet in de lucht, niet in de lucht. Ah, ik val voor de vleugel. Ah, nee. Oh, dit is echt gewoon karma. Nee, dat vind ik zo genaaid. Ah, wat fijn. Hey kijkers van Kings Games. Leuk dat jullie kijken naar de gloednieuwe Mario Kart 8 Deluxe aflevering. We hebben een aantal uitdagers gehad die mij niet hebben kunnen evenaren. Ik wil. En vandaag ben ik hier samen met... Erikos gaat helemaal... En dit is gewoon jouw eerste video op Kings Games. Ja, dat is ongelooflijk. Ik moet er nog even voorbij komen. Ja, ik ook. Ik vind het helemaal spannend. Wat jij verder rest gaat doen, gaan we natuurlijk helemaal niet vertellen. Nee. Het blijft gewoon een verrassing. Ja, het blijft zo. Maar in ieder geval, jij denkt in ieder geval vandaag mij te kunnen verslaan. Ja, nou ik moet zeggen dat ik officieel op mijn Nintendo Switch een betere tijd heb dan jij. Ja, ik ben altijd Yoshi. Okay. En ook altijd de standaard de groene. Geen andere kleur. Nou, zal ik een andere kleur voor jou doen dan? Ik kan niet meer terug. Erikos is natuurlijk wel paars. Ja, nee. Maar er is geen paars. Nee, blauw. Nou, welk circuit heb jij zoiets van... Daar heb jij geen schijn van kans. Jezus. Ik ga gewoon zo even zitten. Even chillen. Ik ga gewoon zo zitten met mijn twee controllers. Zo voor mijn hoofd ook dan. Ja. Oh, ik vind het helemaal spannend. Hoe gaat het ook alweer? Okay. Oh, ik had geen goede start. Ga weg, dikke vet lel. Hallo. Oh, niet doen, hè? Ah. Oh, dat was al bijna omhoog. Kut, maar waar ging stoppen? Ah! Nee, dat vind ik zo genaaid. Oh, ik hou van dit spel. Oh, die doos open aan! Ah. Heb ik nou een rode kleuren bent? Oh, nee, het is groen. Okay, ik schiet hem af. Oh, er komt al zo'n ding naar je toe. Nee! Nee! Niet in de lucht, niet in de lucht, niet in de lucht. Ah, ik val voor de vleugel. Oh, nee. Oh, dit is echt gewoon karma. Waar ben jij ergens? Look out, here we go. Hey, maar er zijn 4 rondes, hè? Het hoeft nog niks te zeggen dat ik deze heb gewonnen. Dat is waar. Oh, deze vind ik wel leuk. Het armor was right level. Echt? Mooi voor de dolfijnen. Hoppa! Hey! Een perfect start weer, hè? Ja. Maar weet je hoe het geëindigd is, net? Ja, Turbo op de turbo. Oh shit. Kijk hem gaan. Kijk hem gaan. Die stront in aan de zijkant. Kijk hem gaan. Oh nee. Hoi. Godverdomme. Waarom moet je mij nou achter hebben? Ik zal volgende keer naar achter schieten. Nee, doe maar. Nee, doe maar niet. Ah, banaan. Oh nee. Ik heb een banaan achter. Oh, ja, ik schudde er die banaan aan. Nee. Oh, nu krijg ik hem zelf terug. Wow. Doe je oh, oh, nog één. Oh, nee, die krijgt hij eigenlijk. Oh, dit gaat... Mario. Ja. Zit achter jou. Ja. Ah! Kom nou even. Ga weg, scheiding. Dit is jouw spel. Ja, rot op. Wat doe je hier in Mario Kart? Hey, dit ga ik dus even niet doen. Nee! De binnenwand. Oeh, bijna tegen die banaan aan jij. Oh, ik let niet op. Oh, ik zit... Oh, dat scheelde echt zo weinig. Zo scheid. Hoppa! Bam! Nou, ik heb hem weer niet. Nee, ik kan het gewoon niet. Ja hoor! Gewoon even hoppa. Nee! Je pakt het vies dat blokje voor me gezet. Nog zo'n mond. Kijk hem aan. Waar ben ik? Ja, een scherpe bos. Ik ben zelfs derde. Ja joh, beter. Oh, 4? Nee. Nee joh, ik zat achter dat kutpaaltje vast. Lekker. Echt heel fijn. Kijk hem aan, kijk die bocht nemen. Oh, niks. Wow! Wee! Ja. Wee! Ah! Ah, wat fijn. Dit is echt een spel die vriendschappen verbreekt. Ja, sowieso. Hierna hoef ik het nooit meer te zien. Oh, wow. Oh, ik dacht even dat ik het gat voelde. Oeh, nee, ik wil niet tegen zijn passie draaien. De laatste ronde. Zo, die van mij. Nee! In de derde. Ja, doe maar lekker. Nu raak ik derde. Nog maar een keer. Vierde. Derde. Godverdomme. Zit de laatste ronde? Nee! Je kut doet er wel, Link! Please, no. Nee, ik word gebeten!
weten. Yes! Nee. Oh my god, I won. Ik ben derde. Oh, beter. Dat betekent dat het weer gelijk is. Echt? Oeh, één puntje. Ah, dat is echt jammer. Ja, Kim Gaan. Een goede start. Kim Gaan. Rot op. Ah, sneeuw. Iemand gaf me een duwtje, maar daardoor nam ik wel de bocht echt. Heerlijk. Heel goed. Heerlijk. Broodje saté. Komt hij op de tv? Weg. Dikzak. Hé. Hey. Ik vind het niet leuk als je me persoonlijk aanvalt tijdens een potje game. Hier. Waarom krijgt hij zo'n scheidmunt? Dat vind ik altijd zo irritant. Als hij niet te vragen. Nee, joh! Ja, die was zo mooi. Hoe ik zag dan? Hem echt zo. Hoppa. Oh, dit is spannend. Waar gaan we heen? Hier zo. Nee. Ja. Godverdomme. Oh, wat fijn. Wat komt er nou toch aan? Oh, nee. Zo jammer. Laat ik me even moeten afremmen. Totdat jij naast me reed. Look out, here we go. Scheidbaan is dat eigenlijk ook. Oh, die scheidboomstammen. Oh, dit is niet oké. Okay. Oh. Hier, vangen. Oh, nee. Keep down. Vreet hem op. Vreet ze allemaal op. Mario, ik wil je opeten. Ik ben te ver weg al. Je gaat me nooit meer vinden. Ja, dat is goed. Vroom. En driften. Oh, wat een lekkere bocht was dat. Hoepa. Ja. Ja. Nee. Ja. Oh, nog even. Ja. Ik ga van de rode. Van. Ik weet niet of ze die nog kunnen bereiken. Maar... Dat is goed. Dan zie je toch raar. Ik krijg zo hard lachen. Vroom. Oké. Okay. Zo gaat hij lekker, Kevin. Zo gaat hij lekker. Hartstikke lekker. Ik trok hier naar weer aan. Zo dan. Ah! Yes! Come on! Nee. Oh, dat had wel zo fijn geweest. Oh, maar kijk hoe ver ze achter ons zaten. Echt heel ver. Maar echt goed. Goed, het is je niet gelukt om mij in een circuit te slaan. Het was zo close, hè? Ja, maar goed, hè? Het scheelt toch 4 punten. Ja. Het staat er. Je gaat nog wel de tijdrit doen. Jij bent Yoshi. Is dan Yoshi Island ook iets dat je denkt van... Ja, joh. Dat is op mijn naam geschreven. Oh, shit. Hoe zeg ik dat? Ik ben wel echt oprecht bang. Ik heb zweethandjes. Ik snap het. Oké, op de concentratie. Oh, deze start. Oh nee, dan ga ik van. Oh nee! Oh! Gaat hij zijn restart al aanvragen? Ja, ik ga mijn restart aanvragen. Ja, even, dit ging niet goed. Ik heb nooit een restart gehad, hè? Nooit. Het is goed met je. Oh, dit was niet zo'n goede start. Het is een beetje jammer. Een beetje jammer. Hoppa! Oh, ja, waarom gebeurt dit alleen maar als ik nu aan het opnemen ben? Geen idee, komt thuis nooit in het glas. Komt door de alcohol, denk ik. Maar het is leeg. Pressure too high. Dat is te vervelend. Maar dit gaat goed hoor. Zo. Top. 2 minuten 9 ga ik wel inhalen. Dat denk jij? Ik hoop het. Mijn eerste rondje was ook niet geweldig. Dus ik denk dat mijn geest ongeveer wel gelijk met jou ligt op de moment. Ik vind het scheid. Ik ben helemaal zenuwachtig. Ja, dat snap ik. Helemaal zenuwachtig. Mijn tweede rondje was vooral heel snel. Ja, ga ik ook even doen. Ja, dat is goed. Waarom moet dit gebeuren? Oh, misschien dat ik nog gewoon aan de 2-9 kan komen. Ja, wie weet. Je hebt je turbo nog steeds. Misschien was ik in het eerste rondje gewoon echt... Mijn eerste rondje was langzaam, dat weet ik nu wel al. Ja? Maar ik weet niet... Mijn tweede rondje was wel snel. Maar het kan. Ik vind het wel spannend. Ik had gewoon tegen jouw geestje moeten... Dat had ik spannend gevonden. Ja, ik had die per ongeluk verwijderd. Dat is gewoon niet heel slim. Oef, ja, dat was een oké bocht. Ja, in deze derde ronde had ik geen turbo meer. Dus ik heb die derde keer heb ik de shortcut niet kunnen nemen. Pressure is high. Het kan nog. Het kan. Ah, oh, waarom moet ik in het gras rijden? Oh. Moet het halen, jongens. Even. Nee, ik haal het net niet! Oh. Waarom? No. Woe!
Ja, Erik, was een dappere poging, maar met jouw tijd van 2 minuten 10 seconden en 850.000ste was het niet genoeg om de fenomenale tijd van Kevin Domes te verslaan. Wel sta je op een prachtige tweede plek. Net boven Rafael, met een tijd van 2 minuten en 18 seconden. Dus gefeliciteerd, je bent niet laatste. Mensen, ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. Hopelijk vonden jullie het een leuke aflevering. Als dat zo was, laat dan heel even een blauw duimpje achter natuurlijk. Yes. Check in de beschrijving natuurlijk het kanaal van Erik. En natuurlijk ook onze social media om ons in de gaten te houden. Want ik ken jullie, stelletjes, spionnen. Tot volgende week, zou ik zeggen. En sowieso binnenkort, en wie weet wel heel snel op deze video, zien jullie ook Erik zijn video. Echt goed. Echt leuk. Wat het is, dat is nog een verrassing. Mensen, hopelijk tot dan. En zoals altijd zeg ik vanaf hier, ciao. Bye.